social science. Kahit autistic ka doon among upset ka doon, pero mo yung lagat ka niya. Yung sister ko doon natin yung lazy ako doon. Sabi doon, ain't what we do forget. Het grappige aan dit fragment is dat er drie talen door elkaar worden gebruikt. Het is een combinatie van het Sranatongo, de voertaal van Suriname, het Javaans en het Nederlands. En meertaligheid is in Suriname eigenlijk zo gewoon dat dit soort combinaties van talen vaak niet eens meer worden opgemerkt door sprekers. Ik doe onderzoek naar taalcontact en dan in het bijzonder naar het Javaans dat in Suriname wordt gesproken. Suriname heeft natuurlijk een hele bijzondere bevolking, bijeengebracht door het koloniale verleden van Nederland. Er is ook een grote Javaanse gemeenschap die daar ook door Nederlandse inmenging terecht is gekomen. En ik kijk naar hoe het Surinaams Javaans veranderd is ten opzichte van het Javaans dat in Indonesië wordt gesproken. We kennen op de wereld een enorme rijkdom aan verschillende talen, maar die diversiteit komt door globalisering eigenlijk onder druk te staan. Er zijn al vele talen verdwenen. En dat is erg jammer, want een taal is veel meer dan een middel om je uit te drukken. Het is ook een uitdrukking van een cultuur en daarmee van een bepaalde beleving van de wereld. Elke taal kent begrippen die je eigenlijk niet zomaar kunt vertalen, die uniek zijn voor die taal. En als een taal verloren gaat, gaat ook die unieke beleving van de wereld verloren. In het Javaans zijn de waarden beleefdheid, zachtheid en harmonie heel erg belangrijk. En dat zie, hoor en voel je eigenlijk terug in het Javaans. Een bijzondere eigenschap van het Javaans is dat er grote verschillen zijn tussen formeel en informeel Javaans. Het formeel Javaans klinkt vaak zachter en beheerster. Je kunt ook niet echt ruzie maken in formeel Javaans. Daar heb je eigenlijk echt een andere taal voor nodig. En je ziet ook vaak dat Javanen in Suriname, als ze iets direct willen zeggen, overschakelen op Nederlands of Sranatongo. In Suriname werd lange tijd op de Javaanse gemeenschap neergekeken. Het waren de landarbeiders, de eenvoudige lieden. En daarmee is ook de taal onder druk komen te staan. In Suriname wordt op scholen Nederlands gesproken. En op straat of met vrienden is het vaak Sranatongo. Dus het Javaans was echt iets voor binnenshuis. Maar zelfs daar wordt het minder gesproken, omdat men vaak denkt dat als een kind met de ouders Javaans spreekt, andere talen minder goed ontwikkeld worden. Inmiddels is gebleken dat dat niet zo is. En er is zelfs aangetoond dat als je je moedertaal echt goed leert, dat gunstig is voor het aanleren van andere talen. In het Surinaams Javaans komen er steeds meer leenuitdrukkingen bij uit de andere talen die in Suriname worden gesproken. En dat is zelfs zo sterk dat Javanen uit Indonesië vaak moeite hebben om het Javaans uit Suriname te verstaan. Ik ben dol op veldwerk. Ik ben natuurlijk op Java geweest en ben ook regelmatig in Suriname voor mijn onderzoek. En ik interview zoveel mogelijk mensen en ben altijd benieuwd naar de verhalen en hoe ze die vertellen. Ik word enthousiast van de manier waarop ze meerdere talen naast elkaar kunnen gebruiken. En probeer ook altijd duidelijk te maken hoe bijzonder dat is en dat ze die meertaligheid moeten koesteren. Faces of Science.